Wat is een broodfonds? Nou, heb je even, zou ik zeggen. Maar eigenlijk, een broodfonds is een, een voorziening uh, voor zelfstandigen. Voor mensen die niet verplicht uh, verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid. Mm -hmm. En dat zijn dus ZZP'ers, dat zijn uh, alle ondernemers eigenlijk. Uh, groot aandeelhouders, BV, VOF. Uh, een voorziening die ondersteunt uh, bij uh, langdurige arbeidsongeschiktheid. En het is georganiseerd op een andere manier dan een verzekering. Mm -hmm. Ik ga straks al iets vertellen wat nou de verschillen allemaal zijn. Um, het is een schenkering van ondernemers die allemaal een eigen rekening hebben. En op dat geld op die rekening is bedoeld om iemand iets te schenken op het moment als die arbeidsongeschikt is. Um, ik vind dat heel mooi uh, gevonden. In het belastingstelsel is er gewoon de mogelijkheid om belastingvrij van individu aan individu. Op jaarbasis een bedrag te schenken. En daar is het Broodfonds op gebaseerd. Mm -hmm. en, um, dus zodra iemand uh, arbeidsongeschikt is, het is een, in de vorm van een vereniging, dan meldt hij zich zeg maar, ziek. En dan uh, is er een wachttijd van 30 dagen. En daarna gaan de schenkingen lopen. Ja, in de meeste uh, ziektegevallen ben je toch wel binnen 30 dagen weer beter. En Precies. zeker als ondernemer ja. wil je gewoon zo snel mogelijk weer je facturen kunnen gaan sturen. Zeker. Dus moet je je uren maken. Zeker. We horen heel vaak. Kan dat nou wel? Hè? We zijn zo in deze samenleving gericht op wantrouwen en controle. Ja. En het blijkt gewoon heel goed te werken dat iedere uh, ondernemer zelf wel weet wanneer hij echt niet kan werken. En dan is het heel fijn dat er een basis is, gebaseerd op solidariteit en vertrouwen, mm -hmm. uh, waarin mensen uit hun eigen netwerk of het netwerk wat je gaat kennen uh, elkaar iets gunnen. Dus ik vind het zelf een heel mooi voorbeeld van uh, ja, de nieuwe economie, zeg maar, ja. uh, dat er weer iets, uh, dat het wel kan. En het, zoals het ook functioneert. Maar je moet elkaar ja. wel kennen. Ja, en ik help soms groepen ondernemers. Hè. Dat is ook bij de Gelderse Vallei. Dat was een hele grote groep die elkaar nog niet kende. Mm -hmm. Nou ja, dan krijg je eerst een paar twee avonden... nog een keertje zeggen... Snuffelen. Wie, wie zit hier nou? En het is natuurlijk de bedoeling dat je als vereniging... ook twee, drie keer per jaar bij elkaar komt... om echt dat sociale aspect ook vorm te geven... zodat je elkaar ook gaat kennen. Ja. En dan... Uh... Ben je vaak ook niet alleen als je erbij komt. Je kent ook vaak al een ander. Dus uh, ja, ja. ook het vorm van sociale controle bij je ziekmelding uh, helpt wel natuurlijk bij. Uh, ja, en dat, da dat stukje, maar ook omdat het over schenkingen gaat, mm -hmm. dan je krijgt iets geschonken en dat is echt een totaal andere Heel bijzonder. iets dan ja. wanneer je een claim hebt. Ik heb recht op dit geld en je krijgt op jouw rekening het geld van al die leden. Dus al die leden van jouw schenkring op naam krijg je het bedrag geschonken. En het is netto. En het is netto.